Wat is hier aan het gebeuren? Ze hebben een stapel van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matten en een trampoline erbovenop gezet. Dit is echt fucking gevaarlijk. Dit beweegt echt ziek erg. Hallo! Kijk, ik heb een toren gebouwd met trampoline zodat ik dubbel layout kan doen. Wat? What the fuck? Oké, ze hebben hier dus net echt het gevaarlijkste ding ooit gebouwd. Daar. Dat gaat sowieso nog vandaag omvallen en iemand gaat dood, ik weet het zeker. Maar voor zolang die er staat gaan we er gewoon plezier mee hebben. Wat dubbel backflips, dubbel layouts en zo oefenen. En misschien dubbel castaway. Nee. Kan je niet via hier springen? Ja, free climbing. Ja. Het werkt veel beter. Je weet zoveel. Ja, er staan er drie dikste mensen staan hierop. Ja, jullie zijn niet? Ja. Ah, ja. So, oké, doe het. Dubbel layout. What the fuck, ouwe? Dit is echt te hoog gewoon. Nee, dubbel layout, de landen van nek. Letterlijk, hij landt er zo. Ja, anderhalf. Kijk, nek. Zijn benen laag gewoon in zijn nek. Ik heb vast. Oh, yo! Holy shit! Ouwe, dat voelt fucking geweldig! Volgens mij kan je gewoon naar beneden springen. Wat? Ik mag wel bijna mijn knie, maar... Geen warming-up nodig, jongen. Oké, wat doe je? Ik ga zatten. Nou, doe het. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Wow! Oh, ook niet eens een dubbel. Oh, die uit dan. Ja? Ja hoor. Dubbel front? Jo. Nice. Nu jij. Dubbel front? Nee, dubbel back. Nee, doe ik niet. Nice. I'm on the top of the world. Oeh, dit ding beweegt zo erg. Het is echt creepy. Als hier mensen omhoog klimmen, dan beweegt het echt te erg. Ik weet niet wat ik ga doen. Ga je er afduwen? Nee. Gaat hij aan mijn been hangen hoor. Nee. Kijk. I won. Oké, net zoals laatst met Lex in Jumping Jack zijn we nu weer back anderhalf naar bal uit aan het proberen. Ja, moet ik hem al doen? Ja. Oh, die fuck, wacht even. Ik moet even die bar nog een keer. Je kan het sowieso wel. Ja. Gewoon inzet, hoor. En bal uit. Ja, oeh, close. Ja, netjes. Zo, ik ging echt whiplash met mijn nek. Oeh. Doe nog een keertje dan. Ja, whiplash gaat. Maar kan je whiplash alleen met je nek hebben, dus dat is... Ja, nee, oh, kan je dat trouwens, dat naar backflip, zeg maar, doorzetten? Op je rug erin, dan ga je recht omhoog, tot we aan eten en dan back. Oh, dat je... Zo en dan back. Ja. Oh, dat is sick. Dat, ik wil dat al heel lang kunnen, maar het lukt me maar niet. Oh, what the fuck? Ja, dat is ook ziek. Tada! Oh ja! Oh shit! Hey, maar probeer eens die met backflip zo, 180 back. 180 back. Nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Oh ja. Dat is scary. Ja, spooky, ik denk dat ik hem zo tegen al ga doen. Ik help niet in dat geval. Ik moet hem gewoon... Wacht, kan jij een matje eronder gooien? Ik moet gewoon tikken. Oh, what the fuck? Oké, nog een keer. Oh, lekker. Oh, maar ik draai wel steeds volgens mij, of niet? Oké, wil jij hem ook proberen? Nee. Die backflip is zo sketchy. Het wordt langzamer. Ja, maar het is ook echt. Je heupen schieten echt gewoon naar voren door er langs. Ja. En nu nog met meer power. En gewoon full power erin. Bam! Ja, hier, dat was hem. 1, 2,
3, 4. Net had ik er echt 7 voor. Rollout. Het is een beetje dizzy, die gast. Maar waarom ga je zo ver naar voren? Ik snap het niet. Misschien. Wow, zag je dat mijn hoofd keer? Die was dik, ouwe. Ik moet net goed landen. Ik wil kaboom fool naar kaboom fool doen. Kijk, ik ben moe. Ga jij maar. Oké, kaboom naar kaboom. Jongen, ik heb een kaboom net geleerd. Daarom. Je kan hem. Ja, dat paniek aanvalletje in de neus. Oké, hey, challenge zo laag mogelijke backflip. Oké, een challenge wie de laagste backflip kan doen met zijn hoofd, zeg maar, langs de trampoline. Hoe laag denk je dat je gaat? Hoe laag denk je dat jij gaat? Ik denk dat ik ongeveer, nou zeg maar, zo'n stukje boven de trampoline. Je raakt niet je hoofd het netten. Ja, het zou misschien ook wel kunnen. Lukt, zou ik het kunnen? Ja, oké. Okay. Ja. Oeh, die was al netjes. Beetje stap. Oké, nog eenmaal. Oeh, die was wel denk ik 15 centimeter of zo. Je moet dus juist harder afzetten, maar gewoon laten schieten. Volgens mij ziet het er ook niet uit. Nee, het is echt zo ongecontroleerd als het maar kan. Hoe hoog was die? Hij was laag. Ik moet laag, hè? Of ik moet hem zo. Ja, dat was gewoon met je kop op de grond, jongen. Ja, maar eigenlijk moet je hem net niet... Ja, die was veel hoger. Is dat ook zo laag mogelijk beginnen? Is dat ook het doel? Ja, die viel mee, hè? Die was moeilijk laag, man. Ja, was die laag? Ja. Zo laag mogelijk de Cody. Holy shit. Ik had niet verwacht dat ik die nog zou halen. Ga je doen? Triple backflip. What the fuck, ouwe? Maar kijk ook hoe hoog dit is. Ja, daarom. Anders haal ik hem niet. Kijk dit. Doe Jendo. Ik zwaai met mijn voet, want ik heb geen handen. Jendo is echt de enige crazy persoon die hier triple zou doen. Maar ik vind het heerlijk. Want ik ga het filmen. En hopelijk landt hij niet op me. Jendo, ben je bang? Ja. Goed zo, dat hoort erbij. Kijk, als je zelf niet kan freerunnen, moet je gewoon andere mensen filmen die wel kunnen freerunnen. En dan kan ze nog leuke video's maken. Hé, hey, als je klein houdt, heb je makkelijk. Wat denk jij er nou van, jongen? Ja, waardeloos. Kom je er ook bij liggen? Mooie plekken om... Yay! Ga jij zo ook dubbel doen ervan? Nee. De flexen. Flexen. Back. Oké, die challenge gaan we zo meteen sowieso doen als Jender triple heeft gedaan. Backen in de... Oké, als Jender zijn triple heeft gegooid, dan gaan wij backflip challenge in de foam blokkenbak doen. Foam blokkenbak. Gaat het? Ja. Je tukte nauwelijks. Ik gaf op. Ja, want normaal tuk je veel kleiner. Ja, ik niet filmen, ja. Kutje. Dat was echt snel. Kijk, een trucje. Oeh. Ja. Home run! Oh. Ik had het niet op film, omdat ik het er mee bewoog. Oké, backflip, doe het. Ja, die ging goed hoor. Ja, ik weet dat jij hem wel kan. Oké. Oké, 3. Oh. Okay. Het was nog verder dan ik had verwacht eigenlijk. Oké, nu Cody. Vanuit backflop naar Cody. Yeah. Oh.
Waar ben je? Ja, ik ben er. Oh, daar is hij. Oh. Ik kreeg even geen lucht meer naar beneden. Oh. Ik kwam er serieus niet meer uit. Levensgevaarlijk zo'n foampit. Ik heb een point of view. Ik val echt vol. Dat was een vage, nogal awkward momentje. Ja, je zit ook echt vol in mijn kruis. Dat was best dichtbij met mijn hoofd volgens mij. Nog een maal. Geef me een kusje dan. Huh? Geef me een kusje dan. Oké. Okay. Ja, heel goed. Oh, en de licht gaat uit. Het is wel mooi. Altijd zodra zeg maar, er niet reguliere training is, dus dit zo'n extra training, dan gaat iedereen kloot en gebeuren er rare dingen zoals dat grote mattenstapel ding. Hey, wallflips! Guys, volg me ook even op Instagram. Dat staat hier nu zo in beeld. Dat is mijn Instagram. Als je mij volgt en even naar 2000 volgers haalt, zou ik het heel leuk vinden. Dankjewel. Doei! Dat is even naar... Oh, wacht, zo. Ja, deze wordt fucking gruwelijk, dat zie ik nu al. Ja, ga met je benen eroverheen liggen en laat je dan naar achteren rollen. Dat wil ik echt. Gewoon met je benen eraan gaan hangen op zijn kop. En dan pas... Dat was niet de bedoeling. Je moet eigenlijk eerst blijven hangen, als het lukt. Ja, maar... Wacht. Handvatjes. Nee. Ja, ja, zo ja. Dit is echt precies een stukje waar je je hoofd in kan zetten. 3, 2, 1. Dat is eigenlijk best makkelijk. Okay, dus wat ik bedoel, ik wil je omhoog gooien, dat is veel vetter. Dat je gewoon erin staat. 3, 2, 1. Oh, dat is best wel vet. Je moet meer omhoog springen. Ik dacht dat ik je in je gezicht trapte alleen. Nee, je springt naar achter. 3, 2, 1. Ik bleef in je kruis hangen. Ja, je bleef in je bal hangen, ja, dat is top. 3, 2, 1. Het is echt vet makkelijk dan. Ja, dan is het veel makkelijker. Doe wat gedaan. Zou ik daar full uit proberen? Ja, is goed. Ik zou nooit nee zeggen, dat snap je. 1. Oh, dat ging goed. Fucking easy. Double. Ja, doe. 1. Oeh. Je gleed echt uit mijn handen, jongen. Ik wilde heel snel achterover. Je zat al zo te doen voordat je... Mijn voet is ook echt zo... Ik voel me zo langs mijn teen op mijn vingers schrapen. Nou, oké, dat gaan we niet meer doen. Dat was vet, Izzy. Wat vind je van mijn bandjes? Dat zijn mijn bandjes. Oké. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op, totdat jij iets doet. Pas als jij iets doet. Als je binnen 3 seconden geen backflip doet, sla ik je nog een keer. 1, 2, 3. Ja, te laat. Ga je pakken. Kijk, en nu ligt hij daar midden in de bak. En dat duurt heel lang voordat hij er weer uit is. Oh, backflip. Flip check. We gaan een surprise attack doen op dat ding waar al die kinderen op zitten. Surprise, motherfucker. Move! Wij creëren altijd weer chaos. Oh, iemand heeft die scheet gelaten. Gaat verdammen. Surprise, motherfucker. Oké, Bart en ik gaan proberen Ram, hand in. Ram, heel goed, dankjewel. Bart. Kolias. Ik blijf je nu ook gewoon Bart noemen. Ja, ik ga je Kool noemen. Maar Bart en ik gaan hand in hand een backflip proberen. Het al was met meerdere mensen gedaan, met een stuk of 5. Bram, jongen, anders dan ziet niemand mij, maar dan weet niemand wie ik ben. Oké, sorry Bram. Volg Bram even op Instagram, wat is je Instagram? Ha, dat is uitgebliept. Maar we gaan hand in hand een backflip proberen. Zo beginnen. Oké, ja. 3, 2, 1. Fucking slecht met mijn ene hand. Dat zag er behoorlijk gay uit. Ha! Gay! Oké, die was wel mooi. Dat is beter. Maar nu moet jij nog steeds, nu zit jij er nog steeds gay uit.
Oh, nee, nu is het niet meer gay. Dat was goed. Oh, gebruik je armen. Nice. Maar je kan niet je armen gebruiken. Jawel. Hier, wacht even, ik ook doen. Ik ook doen. Ah, sorry, batterij is leeg. En ik ga vol mijn bek. Ik liep er net voor langs. Oké, okay, Bart neemt vandaag de vlog over. Yo. Ik ga vloggen. Ik moet daarin. Ik weer Bart. Hey Bart, ga je mij vloggen? Bram. Hé, hey, ga ze aan de kant! Dankjewel. Ja, laat me nog een keer. Even terug. Ik denk mijn arm zo. Ik zou de verkeerde kant op geen snappen toen ik het deed. Ja, maar dit kan wel iets smooth hoor. Ja, okay. Ga weg! Aan de kant! Ik schaafde mezelf open. Ik zag hem in mijn backflip langs rennen. Nou ja, als je gaat freerunnen, let alsjeblieft op anderen. Het is zo vervelend als je niet oplet. Ja! Ja! Je brak wel bijna je armen en je benen, maar je deed het wel. Bijna. Ben ik goed in? Ik dacht niet! Ik dacht niet! Ik dacht niet! Ik dacht niet! Nee! Nee! Oké! Twee! Nee, nee! Eén! Nee! Kijk nou! Dat was bijna triple, man. Ja! Nog een keertje, nu ik! Ja, nu gaat Bart. Bram! Ja, 3, 2, 1. Ik zit een beetje pijn aan het hebben. Oké, gooi jij eens een backflip vanaf? Een backflip? Weet, ja. Weet je hoe eng dat is? Je kan het, ik geloof in je, Bart. Ja, later. Bram, sorry. Oh, oké. Okay. Lekker Bart! Oh, ik zak helemaal weg. Kijk mijn broek. I'm sexy and I know it. Lekker zweetreed. Ready? Hey, nog een keer. Door! Gelijk, door! Ik ben moe, ik kan er niet meer. Ah, ben je pet kwijt, jongen? Ja, ik heb zijn pet daar boven neergelegd. Hij ligt daar, waarschijnlijk ligt hij gewoon in de wc. Nee, ik heb net ging wat drinken, ik heb hem boven neergelegd. Nee. Hij kan hem gewoon daar zien liggen, hij ligt daar onder de tafel. Maar hij is maar een beetje dood. Hij ligt daar boven! Nope! Ik wil een frontflip, maar het veerde minder goed dan ik had verwacht. Smoesjes! Nog eenmaal! Hoppa! Boeia! Hey, smoesjes. Boeiaka, boeiaka! Oké, de training is afgelopen, hoor. Waarschijnlijk niet, want de muziek is heel hard. Maar de training is afgelopen. Ik weet niet of ik hier een hele video... Oh, mijn kleding ligt allemaal daar. Ik weet niet of ik hier een hele video uit kan halen. Dus maybe komt er nu nog een dag achteraan. Dan staat nu ja of nee in beeld. En dan zie je vanzelf wel of er nog video komt. Anders vergeet even niet te liken, abonneren, subscriben. Waarom zeg ik altijd abonneren en subscriben allebei? Maar vergeet dus even niet te abonneren, te liken. En dan zie ik je volgende week weer. Doei!